Wie bent u? Ik ben Jacques Gerards, ik ben wethouder van de stad Maastricht en ik ben ook de wethouder van de markten. Hoe heeft de markt zich de afgelopen jaren ontwikkeld? De woensdagmarkt is al sinds jaar en dag dé plek voor wekelijkse boodschappen van de Maastrichtenaar. Groente, fruit, stoffen, vlees, vis, kaas en meer. Maar de woensdagmarkt heeft wel een moeilijke periode achter de rug. De bezoekersaantallen waren erg laag en ook het aantal kramen zakte flink. Tijdens het dieptepunt in 2015 hebben we besloten dat het anders moet. De marktmeesters zijn toen samen met de ondernemers aan de slag gegaan om de woensdagmarkt weer nieuw leven in te blazen. Dat leidde tot allerlei vernieuwingen. Een nieuwe indeling, een ruimere opzet, live muziek, proeverijen en ook het voetplein, een plek waar je vers en gezonde hap kunt halen. Als lunch of als tussendoortje. Hierdoor is het aantal ondernemers de afgelopen 2 jaar weer flink gestegen en zien we dat het weer drukker is op de woensdag. En wat ik heel bijzonder vind, is dat we uitgeroepen zijn tot de beste middelgrote markt van Nederland 2017. Met die landelijke prijs ben ik erg blij en daar ben ik erg trots op. En dat laat ook zien dat we weer op de goede weg zijn met de woensdagmarkt. So I can tell all the people from China constantly. Wat verwacht u voor de toekomst van deze markt hier in Maastricht? De woensdagmarkt zal nooit zo groot en druk worden als de vrijdagmarkt. Maar dat is ook helemaal niet de bedoeling. Ik verwacht dus dat de woensdagmarkt een sfeervolle markt zal blijven, waar mensen met plezier naartoe komen voor de boodschappen, maar ook voor al het extra dat deze markt te bieden heeft. Wat betekent de markt voor de stad Maastricht? De markten in Maastricht, de woensdag- en de vrijdagmarkt, maken al eeuwenlang deel uit van Maastricht. Ze zijn de stabiele factor in een veranderende stad. Grote groepen mensen bezoeken de binnenstad van Maastricht. Er is altijd een breed aanbod van betaalbare producten. Het gaat om food, verse groenten, fruit, vlees, vis. Maar ook om non-food zoals kleding, stoffen en bloemen. Bovendien zorgen de markten op een unieke manier voor levendigheid en reuring in onze binnenstad. De eigen sfeer van de markt is op geen andere manier te realiseren. De woensdagmarkt laat zien dat die sfeer niet alleen om kopen gaat, maar ook om beleven en ontmoeten. En dat is van grote waarde voor de stad. Ik heb vroeger met mijn moeder als jongetje met veel plezier over de markt gelopen. Dat was dus de tijd dat de gulden een daalder waard was. De markt is ook altijd goed in prijs gebleven. Toen ging het toch vooral om alleen het kopen. Tegenwoordig kun je zeggen, eisen de mensen wat meer. Ze eisen beleving. Hè? Ze willen eens proeven van het gratis voedsel wat ze kunnen krijgen. Genieten van de live muziek. De gezelligheid is traditioneel gebleven. Maar vooral die beleving met die gezelligheid en de reuring van de stad, die zijn wat toegenomen in de loop der jaren.